Welkom bij de Kat Koeno podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Koeno podcast. En vandaag heb ik de gast Tianne van Woudenberg. Hey Tianne, tof dat je er bent. Hoi, hi. Hoi. Wij kennen elkaar van Seeds to Beat in Amersfoort. Maar ik weet eigenlijk best weinig verder over jou. En dus ik ben heel nieuwsgierig. Kan je iets over jezelf vertellen? Wie ben je? Wat doe je? Ja, nou, ik ben van oorsprong heb ik een communicatieopleiding gevolgd. Communicatie was dat toen nog. En ben 1 jaartje in loondienst geweest en toen al voor mezelf begonnen in het jaar 2000. Dus dat was best een bijzondere stap eigenlijk, want ik kom helemaal niet uit een ondernemersfamilie. Althans, mijn ouders zijn wel... zijn opgegroeid op een boerderij, dus dat is hartstikke ondernemen. Maar zelf zijn ze in het onderwijs en in een apotheek terechtgekomen. Dus dat was, ik weet ook dat zij ook zo dachten, hoezo dan? Maar ik had een baan als communicatieadviseur. Nou, junior zullen we nog maar zeggen, gewoon je eerste baantje van een stage doorgelopen. Maar mijn toenmalige manager die zei... Na een jaar van, joh, ik wil voor mezelf beginnen, wil een communicatiebureau beginnen en ik wil dat niet alleen en ik ben al heel lang op zoek en jij bent mijn compagnon. Nou, en waarom ik dit vertel is dat dat dan iets zegt over wie ik ben, want dan is er iets, ik had tot dat moment nog nooit over nagedacht om zelfstandig ondernemer te worden. Maar dan komt er zoiets op mijn pad, zal ik maar zeggen. En dan ga ik aan of niet. Nou, ik ging nu aan. Het was echt niet zo in één keer, oh ja, dat doe ik. Maar ja, er werd iets geraakt en geopend. En zij zei ook heel slim, zeg even niks. Komende 2 weken, denk erover, praat erover met je ouders. Zo jong was ik, weet je wel, 21 of zo. Met je vriendje en dan hoor ik het wel van je. Maar ik was er volgens mij snel uit. Het was een goede tijd, ook economisch. Ik dacht, nou... Ik doe het gewoon in ieder geval een jaar en dan ga ik heel veel leren en ervaren en ontdekken en meemaken. En dan zie ik daarna, en als het niks is, heb ik zo weer een baan, heb ik hartstikke goede ervaring opgedaan. Niet wetende dat als je eenmaal als zelfstandige aan de slag gaat, er eigenlijk geen weg meer terug is. Je kunt helemaal niet meer terug in het stramien en in loondienst. Dus dat is nooit meer aan de orde gekomen. Dus toen heb ik een jaartje of... 8, 9 als communicatieadviseur binnen allerlei organisaties als interim gewerkt. En toen begon er eigenlijk iets zo van, ga ik nou tot mijn pensioen overal erin en eruit en interim. Maar toen miste ik eigenlijk toch een soort vaste basis. Maar wat ik al zei, nou een vaste baan, dat was het ook niet. Dus toen heb ik de deuren volgens mij een beetje opengezet voor... iets anders. Gebeurt allemaal vrij onbewust natuurlijk. En toen kwam ik Elise de Bres, mijn huidige compagnon, tegen. En die zei... in ieder geval kwam ik bij haar vandaan. Hoe het precies ging, weet ik ook niet meer. Maar zij was zich aan het oriënteren om te kijken of er in Amersfoort niet plek zou zijn voor een Seeds to Meet. En ik ging een beetje meedenken. En we begonnen een beetje te verkennen. En we hadden eerst het idee, we gaan tegen iedereen roepen die... vastgoed heeft of die geld heeft of weet ik veel wat heeft, van nou zou je geen Seeds to Meet willen beginnen. Maar ze zeiden ongeveer allemaal, nou moeten jullie dat zelf niet gaan doen. Nou, dat is weer zo'n moment dat ik dan, als ik dat dan 3 keer heb gehoord, denk nou, misschien moet je dat toch eens serieus onderzoeken. Maar dat is wel heel anders ondernemen dan jezelf verhuren, zeg maar. Echt een locatie beginnen en je hebt niet eens die achtergrond in de hospitality, maar nou ja... Zo gaan die dingen. We zijn nu 12 jaar verder. Of nou, ik denk dat we in 2009 zijn begonnen met oriënteren. 2010 hebben we in Amersfoort Noord een kleine Seeds to Meet locatie geopend. Dat heet nu Peer. Nog een kleine 2 jaar later zijn we Meet & Discover Stadsring 2 in Amersfoort begonnen. Een alweer iets grotere locatie met om te beginnen 6 zalen en een open lounge. En in 2015 hebben we hier Seeds to Meet op het station in Amersfoort over kunnen nemen. Die bestond al, die was van de NS. De NS die bedacht, we gaan ons toch weer wat meer op het spoor focussen van die bewegingen. Die hadden even iets van, om dit erbij te gaan doen. En, maar ze wilden wel dat die locatie bleef. Want het was, weet je, de reizigers beoordeelden het ook goed. Het is een mooie toevoeging op het station. En toen kwamen wij, die 2 dames die al wat in Amersfoort deden op het gebied van...
Seeds to Meet in beeld of wij deze locatie wilden overnemen. En ondertussen is Seeds to Meet Amersfoort CS de enige locatie die we bewust hebben overgehouden. Dat we, ja, dit was gewoon de plek waar we dachten, hé, hier zijn we naartoe gegroeid al die jaren. Hier hebben we het voor gedaan. Tot die tijd was het echt wel buffelen en verdienden we er eigenlijk helemaal niks aan. En deden we er nog, deken nog steeds allemaal communicatieprojecten bij. En hier werd het serieus. Hadden we, er was ook personeel, er was een team, die namen we ook over. Dus opeens hadden we personeel. En nou ja, het was echt een mooie stap. Maar een stap die zo logisch voelde. En mensen vroegen wel eens van, oh, wie heeft geen grote stap, is niet spannend. Maar dat was helemaal niet zo. Dus dat was weer zo'n moment eigenlijk waarop ja, dat dan zo opkomt. En dat je denkt, ja, dit is het moment. Nou, dat is een hele lange intro al, hè? Ja. Maar hoi. Leuk hoe dat gaat dan. En ook interessant dat je dus, ja, ik bedoel, als jij iemand vraagt wat wil je laten worden als je groot bent. Ja. Je wordt dus, ja, je wordt bijna nooit wat je bedacht hebt, tenzij het heel specifiek iets is. Nou ja, weet je, als je concertpianist wil worden, dan zou je toch echt wel, weet je. Maar ja, ik vind het zo grappig hoe dat dan, hoe het dus gaat. En hoe je dus inderdaad een soort van dan wel aanvoelt van, hé, dit is wel voor mij of dit is niet voor mij. Super grappig. Ja. Ja. Leuk. Hey, even ter toelichting, want ja, ik bedoel, Seeds to Meet is natuurlijk best wel redelijk bekend in ondernemersland, maar misschien heel eventjes toch, wat is het precies, Seeds to Meet? Seeds to Meet Amersfoort, we zijn, het is een, eigenlijk een franchise 3.0, franchise noemen we het zelf ook wel, dus we zijn allemaal zelfstandige locaties, zijn er 6 in Nederland. Wat onze gemene deler is, is dat we ruimtes verhuren, maar niet heel traditioneel, niet per dagdeel en per zaal, maar per stoel en per uur. Dus dat is een vernieuwd onderdeel en je kunt zelf heel makkelijk online je ruimtes boeken. Maar nog veel fijner en leuker aan het concept is dat we ook een open lounge hebben waar je betaalt met sociaal kapitaal. Dus die ruimtes waar ik het net over had, die je per uur per stoel kunt boeken, dat is gewoon met monetair kapitaal, zoals we dat dan even officieel noemen. En in de open lounge, waar we flexplekken hebben voor ZP'ers, daar kun je betalen met je sociaal kapitaal. Dus we hebben een heel mooi businessmodel waarin het monetair en het sociaal kapitaal in evenwicht is. En dat sociaal kapitaal, nou, misschien is het ondertussen ook wel een wat bekendere term, maar dat is eigenlijk niets meer of minder dan de kennis en kunde en het netwerk dat iemand heeft. Dus met die rugzak vragen we echt mensen van, kom daarmee binnen en trek hem open, zal ik maar zeggen. Wissel uit en versterk elkaar. Kijk waar je ons kunt helpen. Dus daarmee hebben we een mooi netwerk om ons heen gebouwd. En ja, wat daarbij komt is dat we natuurlijk ook nog eens die wisselwerking stimuleren tussen de mensen in de open lounge en de mensen die onze zalen huren. De zalen verhuur is soms nog wat meer oude wereld, zoals je dat zou kunnen noemen. Maar het mooie is dat we hier niet doen aan koffie en thee op zaal, maar een centraal koffiepunt hebben. Dus alles ontmoet elkaar bij die centrale koffiepunten en daar faciliteren we eigenlijk een beetje de serendipiteit, dus de toevallige relevante ontmoetingen. Daar eigenlijk is alles erop gericht om die bij ons plaats te laten vinden, zodat er nog weer nieuwe verbindingen worden gelegd, samenwerkingen. Dat is eigenlijk in de basis even Seeds to Meet. Ja, ja, cool. En dan Amersfoort, dat vind ik dan leuk om er gelijk achteraan te vertellen. Elise en ik, ik vertelde al over Elise, wij zijn nog steeds compagnons. Wij hebben 2 jaar geleden besloten dat wij op de Amersfoortse locatie onszelf eigenlijk nog meer in willen brengen. En dat betekent, wij zijn eigenlijk samen, of allebei op onze eigen manier, heel veel bezig met persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsontwikkeling. En we dachten, ja, weet je, als dat zo'n belangrijk onderdeel van ons leven is en we dat voornamelijk nu nog buiten de deur zoeken, waarom brengen we dat niet naar binnen? Dus ja, we zeggen nu, als we in het kort vertellen van wat is Seeds to Meet Amersfoort CS, zeggen we ja, een ontmoetingsplek en een bewustzijnspodium. Dus we hebben een hele mooie zaal gemaakt afgelopen een jaar geleden. Ja, ongeveer een jaar geleden, maakt het ook niet uit. Dat heet Speelveld. En dat is op een nieuwe etage. Dus we zijn echt uitgebreid. En Speelveld is echt letterlijk ons speelveld. Zo hebben we aan het begin ook gezegd, van in die ruimte gaan we gewoon spelen. En gaan we onszelf inbrengen. Gaan we kijken wat er ontstaat.
Nou, die hebben op een gegeven moment ook speelveld genoemd. Daar hangt een hele gave licht- en geluidsinstallatie in. Die iedereen die ruimte gebruikt kan gebruiken om ook te spelen met energie. Met licht en geluid en geluidsfrequenties. Dus als je daar met een groep bent, kun je kiezen om met wat ondersteunend licht en geluid de groep in focus te krijgen. Of meer in de speelse modus. Of een beetje inspiratie te geven. Of kalm. Dat zijn eigenlijk de vier thema's die je met het licht en geluid in de zaal kunt brengen. Verder is dat een hele fijne lichte ruimte. Waar je eigenlijk met groepen heel fijn in de open ruimte kan werken. Dus voor training op het gebied van bewustzijn en persoonlijke ontwikkeling. Mensen die trainingen geven, die lopen die ruimte in, die gaan altijd zo, wow, die gaan aan. Dus daar hebben we gewoon een hele mooie zaal mee gecreëerd. Waar we dat stukje, waar we zelf ook zo van overlopen, naar binnen hebben gehaald. Dus dat is wel heel gaaf. Wat tof. Die combinatie ook inderdaad gewoon. En dan, ja, weet je, die space creëren waarin het allemaal kan. Ja. Jullie hebben inderdaad ook yoga, matjes en je hebt eigenlijk alles wat je nodig zou kunnen hebben om daar iets te organiseren. Dat heb je daar gewoon. En een podiumpje, dus we hebben ook stand-up stories en we hebben ook concert gehad van de Wanderer en een lezing van een schrijver, Tijn Tauber is geweest. Dus het is een heel erg multifunctionele ruimte en er gebeuren op dit moment allerlei dingen waar ik zelf ook ontzettend blij van word. Het liefst zou ik bij al die activiteiten zijn. Nou ja, dat gaat agenda technisch dan niet. Maar we zitten ook, je hoeft bijna geen vragen te stellen, Kat. Ik ga maar door. Maar we zitten natuurlijk in zwaar weer met Seeds to Meet. Ik zeg natuurlijk, mensen realiseren zich dat niet. Dat snap ik ook. Iedereen is natuurlijk, soms ben je gewoon met je eigen dingen en dan kom ik als mensen zeggen, oh ja, natuurlijk, dit is voor jullie ook heel impactvol. Ja, we zijn helemaal stilgevallen door corona en langzaam komt er weer wat beweging. En wij dachten voor de zomer, zie je zo'n somber najaar voor je, waarin je eigenlijk niet weet wat er gaat gebeuren. En in ieder geval helemaal niet de bedrijvigheid zult hebben die je gewend bent. Toen dachten we, weet je wat we doen? We gaan speelveld gewoon kosteloos beschikbaar stellen. Zodat er in ieder geval iets gebeurt in het najaar waar we blij van worden. Dus we hebben een oproep gedaan. Wel met wat context van iedereen die iets wil organiseren op het gebied van bewustzijn. En een bijdrage daaraan levert. Die is welkom om kosteloos bij ons dat te doen. En dat was een super goede zet. Want het betekent gewoon dat we nu echt, we hebben op het speelveld ook een agenda staan. Heel september, jongen. Ik ben helemaal een agenda vol met gave dingen. Dus dat is dat geeft ons nu eigenlijk in deze tijd waarin we een beetje die lange adem moeten hebben, deze crisis door moeten komen, heel veel energie en ook, weet je, als je het zo bekijkt, heel veel mensen toch over de vloer die kennis met je maken en die tegelijkertijd iets van Seeds to Meet zien en dat wellicht binnen hun eigen organisatie bekendmaken of op een verjaardag of weet ik veel wanneer dat ooit terugkomt. Maar ik voel eigenlijk dat het in de energie helemaal klopt dat we dat hebben gedaan. Ja. Wat tof. Ja, dus ook, dat is sociaal kapitaal in de brede zin van het woord. Zeker. Ook weer, hè? Ja, wat gaaf. Ja, ik moet zeggen dat ik al dingen langs zag komen. En ik dacht, jeetje mine, wanneer dan allemaal, weet je wel? Zoveel leuks. En het een is nog leuker dan het ander. Ja. En het zijn allemaal verrassende dingen. En dingen die je nieuwsgierig maken. En dat is gewoon superleuk. Ja. Ja, heel tof hoor. Mooi om zoiets te faciliteren en te bedenken. Lijkt me ook tof, eerlijk gezegd. Ja, klopt. Ja, leuk zeg. Hey, we hadden het al eventjes over sociaal kapitaal en monetair kapitaal. Ja. En dit is een goed bruggetje voor mij om eventjes door te gaan over geld, monetair kapitaal. Want weet je, ik vind het wel mooi, want Seeds to Meet eigenlijk belichaamt heel erg rijkdom in de brede zin van het woord. Maar ja, heel veel mensen hebben natuurlijk ook bij rijkdom meteen een associatie met geld. Mm-hmm. En ik vroeg me nou zomaar eens af, wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Ja, eigenlijk dat er een soort van sfeer, dat er altijd precies genoeg was. Dus zeker geen tekort, maar ook zeker geen overvloed. Dus als het, niet alles kon, maar het was ook niet zo dat er niks kon. Ergens daartussenin. Geld, dat gooide je niet over de balk en dus precies genoeg. Ja. Interessant. Ja. En hoe sta je daar nu in?
Ja, dat is leuk, want dit is natuurlijk een inzicht wat ik in de loop der jaren op heb gedaan, dat ik dus ook altijd precies genoeg geld had. En ook niet bang was om tekort te komen. Maar ik had ook nooit eens dat ik ruim in mijn jasje zat, weet je wel. En op een gegeven moment heb ik daar wel een shift in gemaakt. En nu voel ik eigenlijk, of is het ook zo, dat er gewoon wel genoeg is. Ook al is het nou crisistijd en zo. Heel raar soms. Hoe kan dat eigenlijk? Maar op de een of andere manier blijft het wel stromen. Ik doe ook nu weer een communicatieklus, moet ik zeggen, weet je wel. Maar die komt dan ook weer op mijn pad. Dus ik heb daar iets in veranderd. Dat gevoel van, ik heb altijd net genoeg. Of nou, net niet of net wel. Dat is nu voorbij. Dus dat vind ik wel leuk. Ja. Dat klinkt goed. Ja. Inspirerend, ja. Ja. Ja, maar nee, daar gaan we ook voor, dat dit zo blijft. Ja, ja precies. Het is ook een beetje een mindset ding natuurlijk. Ja. Goed. Ja. Hey, Tianne, en als jij nou geld hebt, waar geef je het dan graag aan uit? Aan ervaringen, zonder twijfel. Ik ga heel veel op vakantie of... aan persoonlijke ontwikkeling geef ik ook eigenlijk heel veel uit. Ook wel vaak dan in zo'n weekend of dingen. Dus ik ben niet zo van de spullen of ook niet meer zo van kleding. Maar echt van ervaringen of het lekker uit eten. Dus een beetje de herinneringen maken, zeg ik dan tegen mijn kinderen. Die zeggen dan wel eens van, dan heb je daar gesprekken over. Dan zeg ik, nou, je hebt veel meer aan mooie herinneringen dan. Want dan zegt, nou... Ik heb nu een dochter van 13, dus die gaat het allemaal zo zien. En die wil dan hele dure schoenen en dit en dat. Dus nou, dat gaat allemaal niet. Hè? Ik leer ze toch bij niet alles kan in één keer. Maar dan krijg je altijd van, ja, maar we konden toch ook op vakantie? Of weet je wel wat dat kost? Maar dat is me gewoon alles. Ja, dat vind ik gewoon veel belangrijker. En ik hoop dat ik ze dat mee kan geven. Ja. Ja, dus die puberteit is een beetje een lastige periode om dat mee te geven. Nee, maar dat komt valt het kwartje misschien nog alsnog. Ja. Doe best. Ja, je weet het niet. Ja, ze moeten wel strijden ook tegen wat er verder allemaal speelt natuurlijk. Hè? Ja, als jij dan als enige daar zo heel standvastig tussen al die die mensen die alles willen hebben en alles krijgen ook. Daarom, nee, dus ik beweeg uiteindelijk op onderdelen ook absoluut mee. En als dat nu voor haar belangrijk is, ze wil nu nieuwe Jordans. Nou ja, het zijn hele nieuwe Nike's. Maar die schoenen van tegenwoordig, die prijzen, gaat helemaal nergens over. Maar goed, dat terzijde. Ik weet ervan dat daar een hele business ook in is. In dat ze dan inderdaad... soort van verhandeld worden voor dubbele prijzen en zo. Ja, soms worden ze zelfs, liet ze een film zien, hoe noem je dat, geverfd, gekleurd. Ja. Dus dan Instagram meisjes die ze blank inkopen en dan voor je inkleuren in je gewenste kleurtjes. En dan gooien ze nog eens €50 bovenop. Ja, dus er is inderdaad een hele... Ja, er is een hele business rondomheen. Ja. Toevallig heb ik me daar laatst in verdiept, maar dat is intrigerend. Ja. Ik vind namelijk op zich, dat soort dingen boeien mij wel. Zo'n hele cultuur die daar dan omheen ontstaat en zo. Van wat is het nou? Het zijn toch gewoon schoenen, weet je wel? Maar dat is niet. Ja, waar komt dit vandaan? Ja. Ja, nou ja, was vroeger ook al, denk ik, toch? Ja, zeker. Het is altijd volgens mij wel zo geweest. Alleen het ging toen misschien over andere dingen, maar... Ja, ik wilde ook All Stars, kan ik me herinneren. Ja, klopt. Dat was toen zo'n tijdje. Ja. Dus, goed, hè. Maar ja, daarmee dealen en inderdaad die boodschap over willen brengen, dat is natuurlijk wel interessant. En, te kijken of dat ook lukt. Ja. Maar, grappig hoe dat gaat dan, ja. Hey, dus, ervaringen. Ik herken dat wel, ik heb dat ook. Zoveel mogelijk ervaring sparen. En, maar stel nou dat je nog 1 tientje zou hebben. Mm-hmm. Wat zou je dan doen met dat tientje? Oh ja, daar zou ik niet eens zo heel krampachtig denken. Oh, daar moet ik nou iets mee doen of zo. Ik kan me niet voorstellen. Ik kan er eigenlijk niet eens meer echt bij van. Oh, dan heb je nog 1 tientje. Wat ga ik dan doen? Ik zou denk ik even niks doen. Omdat ik wel een soort vertrouwen heb dat dat ene tientje er ook weer 2 of 3 worden of zo. Wat ook in me opkomt, ik ben echt heel dol op patat. Patatje met zo'n goede punt. Misschien zou ik gewoon lekker een patatje gaan eten met iemand die in mijn buurt is. Gewoon dat ene. Gewoon, ja.
Ja, dus, niet bewaren, niet denken, oh, ik moet dit nu verdubbelen. Nou ja, van genieten ook maar. Ja. Ik spreek de laatste tijd veel mensen die zeggen, ik ga kijken hoe ik er meer van kan maken. Dat vind ik ook interessant. Ik denk, daar zou ik er echt nooit over nadenken. Dat zegt al best wel iets over mij. Toen. Ja. Oh shit, oh, ik moet misschien anders gaan denken. Ja, van alles iets meer te maken natuurlijk. Maar nee, het is ook al wat. Dus ik zou ervan graag genieten. Ja. En als je een tientje op straat vindt? Dan kijk ik om me heen of er iemand is die het kan gebruiken. Als ik in de buurt van de Albert Heijn zou zijn, dan zou ik het aan die daklozen geven. Maar als mijn dochter van 6 naast me loopt, dan is het haar lucky day. Zoiets. Die gaat weer door ergens naartoe. Ja. Ja. Cool. En als geld geen enkele rol zou spelen, als je echt gewoon plenty, plenty, plenty geld had. Nou ja, ga er even vanuit dat het niet op kan. Ja, oh heerlijk. Ja. Hoe zou je leven er dan uitzien? Nou, echt mijn hele leven op lange termijn, dat kan, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dan zou ik wel, als nu dat schip met geld binnen kan varen, dan zou ik zo snel mogelijk organiseren dat ik een jaar helemaal niks te doen. Het is wel echt een verlangen om eens even helemaal niks te doen. Ik ben eigenlijk sinds die eerste baan doorgegaan. En ik gun mezelf heel veel vakanties en rustmomenten hoor. Steeds meer trouwens. Dat is ook niet altijd zo geweest. Maar dus daar zit het hem niet in. Maar wat echt mijn verlangen is, is toch wel eens even gewoon dat gevoel dat het helemaal leeg is voor je. En dat je gewoon kan kijken wat er dan ontstaat. Dat je zo met je vinger in de lucht kan leven. Dat je kan denken van, wat zal ik vandaag eens gaan doen? Ja dat, precies. Ja. Ja? En dat zal misschien ook ik weet niet, misschien al sneller dan ik denk, ook helemaal niks voor me zijn hoor. Maar dat is dan ook wat ik ga ontdekken. En langer dan een jaar wordt het sowieso niet. Daarvoor ken ik mezelf te goed. Maar het lijkt me heel, heel mooi om zo heel blanco. En dus ik zie het ook eigenlijk meer dan, nou, dan zou ik een sabbatical voor mezelf organiseren. En dan zou ik echt weer helemaal terugkomen bij Seeds to Meet en Speelveld. Want daar word ik eigenlijk heel blij van. Maar ja, er is ook iets in me wat wel eens van alles af wil zijn en leegte en stilte wil hebben. Dus je had natuurlijk voorbereidend een paar vragen gestuurd en deze stond erbij. En dus dit is nu iets wat ik de laatste dagen ook echt een beetje als thema heb. Want ik geloof er namelijk ook in. Als er iets is wat je heel graag wil, ja weet je, ga maar kleine stapjes in die richting nemen. Want niks is onmogelijk. Dus dat is leuk. Jouw vraag heeft iets in beweging gebracht. Ja. Oh, interessant. Ja, want ik moet zeggen, toen je het antwoord gaf, toen dacht ik, zou je dat wel kunnen? Ja. Als in van, als je zo gewend bent om, weet je wel, ding op te pakken. En dat je dan in één keer een soort van helemaal niks hebt. Dat je dan natuurlijk gewoon binnen de kortste keren weer iets aan het doen bent. Ja, er zou maar iets kunnen ontstaan. Maar dat vind ik dan ook wel gaaf. Om te kijken wat er vanuit dat niks en vanuit die leegte dan gaat ontstaan. Dus ik ga niet dan mezelf de hele tijd terug op die stoel zetten. Of van nee, je mag niks doen. Maar er helemaal open in gaan. En misschien doe ik ook echt wel een jaar helemaal niks. Want ik voel wel dat er iets in mij is dat de boog gewoon altijd gespannen is. En dan kun je wel weekjes eruit gaan in een langere periode. Maar ik vind eigenlijk ergens in dit leven, daar ga ik niet te lang mee wachten, wil ik ook eens even helemaal in die ontspanning. Maar niet te lang mee wachten, ja, dat zeg ik heel stoer. Maar we zitten natuurlijk gewoon midden in een crisis. Ik ga mijn bedrijf nu echt niet in de steek laten. Ik moet communicatieklussen doen om mijn schoorsteen te laten roken. Dus het is niet nu het moment, maar het is wel mooi om ik heb namelijk ook het vertrouwen dat het allemaal goed gaat komen en dat we door deze crisis heen komen. En daarna is het tijd voor dit. Ja. Tof. Ja. En zou je dan ook nog naar een andere plek gaan of niet? Nee, want ik heb natuurlijk een gezin en een man en twee hele lieve dochters. Dus ik ben wel een beetje gebonden aan huis en haard.
Nee, dus het is wel goed om. En ik woon in Barneveld, heel mooi op de Veluwe. Maar dan ga ik wel heel vaak naar zee. En nou ja, hou maar op. Ik kan helemaal. Ja, ja, ga maar eens los. Dat vind ik nou juist leuk. Ja, nee, maar goed, ja, weet je, als alles kan, dan is het natuurlijk ook best wel. Sommige mensen raken er helemaal door, een soort verlamd van: oh my god, alles kan. Jeetje, wat kies je dan? Ja. En, ja, en dat is zo mooi. Ik kan wel, ik vind het zo mooi, daar heb ik steeds meer geleerd om juist dus in, door eventjes, ik doe dat heel veel in de natuur, dat is eigenlijk de plek, ik ben niet zo'n mediteerder, maar ik geloof wel heel erg dat de antwoorden in jezelf zijn. En dat ik kan echt, door me te verbinden met mijn hart en 100, je kan het op allerlei manieren omschrijven, voor mij werkt wel, ja, om naar binnen te gaan, dat ik dan antwoorden krijg, richting krijg, inspiratie, invallen. Dus dat doe ik al heel veel, maar dat zou ik dan eens in het groot willen doen. Omdat er dan misschien ook weer nieuwe grote of naar andere afslagen gaan ontstaan. Ja. Cool. Ja. Wauw, nou mooi. Ja. Hey, en wat maakt jou rijk? Gevoel van vrijheid. Ja, dat is eigenlijk het eerste wat bij me opkomt. Dus ja, vrijheid in de breedste zin van het woord. Dus dat je. Dus ook, ik heb ook wel tijd in mijn leven gehad van echt tekort aan geld. En dat is toch eigenlijk niet echt vrij. Hè? Dat is iets wat je meedraagt en wat je beperkt en waar je af en toe onrustig van wordt. Dus gewoon geen zorgen over geld. Dat is absoluut wel iets waarvan ik nu kan zeggen, ja, dat maakt je toch een vrijer mens. Ja, uiteindelijk hou ik heel erg, ben ik echt een vrijheids strijder noem ik soms zelfs. Ik kan er ook echt voor strijden, voor mijn eigen ruimte. En ook tussen mijn man en mij. Hij is ook een vrijheidsstrijder. Dus toen de kinderen klein waren, wie is het dan? Dus wie is het dan? God, wat maken wij het ingewikkeld? Dat zag ik om me heen nergens. Maar ergens hebben we allebei heel veel behoefte aan die vrijheid. Dus ja, ik krijg echt een rijk gevoel van ja, dat ik me vrij voel. En ook dat dingen stromen en. Ja, het is een soort gevoel. Dat. Kun je er iets bij voorstellen? Ja. Zeker, zeker kan ik me daar iets bij voorstellen. Ik vind het ook wel mooi dat je man het dus ook heeft. Want dat is wel fijn, want dan snapt hij het ook. Ja, hij snapt het ook, maar af en toe is het wel een clash, hoor. Ja, ja, en je moet dan kijken van hoe je het allebei ja, kan en hebben. Nu en dat je het samen kan hebben en apart en dat soort dingen. Ja, dat is wel een challenge. Ja. Maar nee, dat leren we steeds beter, ja. Ja, dat is sowieso volgens mij altijd een uitdaging om, als je veel met persoonlijke ontwikkeling bezig bent en je hebt een relatie, hoe je dat, zeg maar, combineert. Ja, soms gaat de een iets sneller dan de ander en al die dingen. En, oh my god, ja. Maar in elkaars buurt of niet en dan is het ook goed, ja. Dat klopt, dat is een extra factor die je erbij krijgt. Ja, ja, je eentje persoonlijke ontwikkeling is al veel makkelijker. Ja, dat zegt. Ja. Ja, ja, en dan met die kids erbij. Dus wat gaat mama nou weer doen? Ja, met een klein die van 6 is al zen, zit ze me naast. Ze weten wel in welke hoek ik een beetje zit. Maar voor de rest vinden ze het allemaal nog een beetje raar wat mama doet. Maar dat komt wel. Ah ja, als jij het maar snapt. Ja, toch. Hey, ja, nee, grappig. Over inspiratie. Vind ik ook altijd een leuk onderwerp. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die je zou kunnen inspireren. Nou ja, je geeft aan dat je een beetje in, ja, wel in de hoek van de persoonlijke ontwikkeling zit en al die dingen. En nou ja, vaak haal je inspiratie ja, uit andere ondernemers misschien die je interessant vindt of voorbeelden. En soms ook uit boeken. Wat is jouw favoriete boek en waarom? Nou, ik ben niet. Ik ben wel een lezer, maar echt een favoriet boek. Maar het boek De Alchemist van Paulo Coelho, dat was echt zo'n boek waar. Dus misschien wel mijn eerste boek waarin er zo een beetje wat open ging. En ik dacht, oh, weet je, je legende volgen. Ja, dat was mijn eerste spirituele boek, zullen we maar zeggen. Dus die lees ik ook nog wel eens even. Het is ook zo'n boekje wat je zo weer even in een weekendje uitleest. En dan vind ik gewoon grappig om te kijken van, oh, wat haal ik er nu weer uit? Of dat ik probeer terug te denken wat me toen dan vooral. Laat ik De Alchemist noemen. Dat is wel echt een klassieker voor mij, ja.
Ja, oh, eens, helemaal eens. Ik heb hem volgens mij, wanneer kwam hij uit? 25 jaar geleden of zo, voor het eerst gelezen. En Ja. afgelopen jaar 3 keer achter Oh, elkaar. kijk. En Jeetje. hij staat hier Nou, in mijn rekje. Kijk, grappig. daar staat hij. Ja. Met helemaal met allemaal dingen erin getekend, dingen gearseerd. Zo van, ik ga daar een studie van maken. Want dat boek heeft elke keer als ik het lees, zit er weer een laagje dat ik denk, hé, verrek, gaat het hier ook over? Zo Ja. interessant, ja. Ja, bijzonder hè, dat hij dit Ja. toen al schreef. En ja, ik vind dat ook heel intrigerend. Ja. Ja, terwijl je in eerste instantie denkt, dat is gewoon een verhaal over een herder. Ja. En dan Ja. in één keer, maar ondertussen zo. Ja, ik vind dat heel knap. En ik heb wel meer boeken van hem gelezen, maar dit boek was wel dat ik dacht, zo, het is wel een masterpiece, zeg maar, als het Ja. daarover gaat. Ik denk ook, zou het zijn Grappig. eerste zijn geweest? Was Ik dit ook weet zijn? het niet, eerlijk Ja, dat gezegd. idee heb ik. Maar ik heb ze ook allemaal gelezen en ook van allemaal gesmuld hoor. Maar die andere hooguit dat ik er een keertje herlees. Laatst heb ik wel, hoe heet dat boek? De Pelgrimstocht, Santiago, iets in die. Die heb ik nog eens herlezen. Maar nou, wie weet dat ik er nog eens meer ga pakken. Ik heb ze ook allemaal. Ik heb heel veel boeken weggedaan, maar deze kon er ook niet weg. Nee. Dus, ik zal Grappig maar. hè? Ja, ik heb ook, ik heb er wel, ja, ik heb ook het grootste gedeelte van mijn boeken weggedaan. En deze heb ik weer opnieuw gekocht. Oh ja, dat Dat snap heb je ik ook. dan ook, dat je denkt van, nou, die moeten gewoon in de collectie of zo. Ik weet ook niet wat het is. Maar grappig dat je die noemt, ja. Hey, ja, nou, ik denk voor best wel veel mensen wel Ja. een soort van, ik weet niet. En wat het dan precies is, Nee. ja. Nee, dat moeten we ook niet proberen te vatten of zo. Maar elke keer als je het leest, is daar ook weer iets voor je in te vinden. Ja. Ja. En het is ook wel zo'n boekje die je heel makkelijk ook aan iemand doorgeeft of zo. Ik weet ook toen dat iemand zei, je moet de Alchemist lezen. Het is op zich ook gewoon makkelijk leesbaar. En al heel snel zitten daar toch dingen in die ja, ja, hoe noem je dat? Ergens iets raken, waardoor je ja, een klein beetje weer je bewustzijn verruimt of zo. Ik denk het ja. Nou ja, het is echt, ja, het is grappig. Hey, nou, als het gaat over inspiratie en voorbeelden, wie is jouw grote voorbeeld en waarom? Of heb je een groot voorbeeld? Ja, sommige Nee, mensen. ik heb geen groot voorbeeld. Nee. Ik laat me door heel veel en van allerlei inspireren, maar dat is heel erg ja, wat er op dat moment ook eigenlijk bij toeval, ik ga er ook niet naar op zoek, op mijn pad komt. En het is ook niet zo dat ik nou denk, oh ja, in die periode was die dat of die dat. Nee, het zijn echt fragmenten en losse onderdelen. Nou ja, dat klinkt heel raar, maar te veel eer zijn om één iemand te noemen. En er komt ook eigenlijk niemand in me op. Nee. Dus zo grappig zegt ook iets over mij. Ja. Ja, zeker, zeker. Ja. Sommige mensen hebben dat heel erg en die modelleren zichzelf helemaal naar één iemand. Ja. En andere mensen zeggen, ja, de inspiratie zit gewoon in mezelf. Ja, nee, Nou dat ja, zie weet je. ik ook niet, maar ik Dat is haal het echt ook heel niet, nee. veel. Nee, ik haal inspiratie overal vandaan en ook. Zeker, kijk bijvoorbeeld wie ik wel gewoon wat ik leuk vind om te volgen, mooi vind om te zien, is ik weet niet eens wat haar achternaam is, Marieke van de Bewustzijnsschool. Die ja, die zet daar wel met de Bewustzijnsschool, vind ik gewoon iets heel moois. En met Speelveld zijn we natuurlijk ook aan het zoeken naar de volgende fase van nou, nu bieden we het kosteloos aan. Wat zou voor de toekomst een model zijn waar we wij noemen dat speelveld spelers, de mensen die nu iets op ons podium doen, hoe die aan ons kunnen binden, zodat we ja, echt continuïteit in die agenda en tegelijkertijd ook ruimte voor nieuwe dingen. Nou, dus dan kijk ik ben dus nu een beetje aan het kijken, ook kijk ook naar yoga scholen, maar dat is toch echt een ander model. Ze hebben allemaal dezelfde soort lesjes en makkelijker te organiseren. Terwijl hier heb je dagen en dagdelen. En Marieke doet zelf ook dingen. Nou, daar ben ik. Dat is niet op dit moment wat ik voel van dat ik met iets inhoudelijks dat podium op moet. Elise wat meer met haar soundshowers. Dus ja, dan ben ik wat meer aan het kijken op dit moment naar de bewustzijnsschool. En dan bekijk ik die website ook goed. Dus het gaat niet eens zozeer om de persoon Marieke. Terwijl ik dat ook gewoon gaaf vind hoor. Om iemand. Zij stapt er echt in. Zij is ook echt het beeld, ja, zeg maar het hart. Maar ja, dat willen wij met speelveld eigenlijk ook wel zijn. Dus nou ja, zo zijn er van die fases dat ik een beetje inzoom op iemand. En
daar echt wel ook dat al even als voorbeeld zie. Ja, maar uiteindelijk mijn eigen draai aan ga geven. Ja, ja nou, dat is toch mooi. Je mag je toch laten inspireren en dan vervolgens... In de podcast Martine gehad. En Martine die geeft les in werkgeluk. Ook op de bewustzijnsschool. Dat is wel grappig. Dus, het zijn mooie lessen inderdaad. En ja, je kan wat dat betreft, ja, daar kan je zoveel mee. Ja. Als je gewoon met mensen die mooie inspirerende verhalen hebben. En jijzelf, ja, weet je. Je kan gewoon daar hele toffe dingen creëren. Ja, precies. Dat gaat ook gebeuren. Maar het is een beetje zoeken weer naar de vorm. En dat vind ik ook leuk wat jij zei aan het begin. Van, het lijkt me ook leuk om dat te bedenken en op te zetten. Dat vind ik ook het leukste. Dus het is heel duidelijk voor mij nu. En dat kan nog eens veranderen. Dat ik niet degene ben die op een podium moet. Of de inhoud op wat voor gebied dan door moet geven. Maar dat ik degene ben die eigenlijk faciliteert. En de locatie creëert. En vrijgeeft. En ook wel de verbinder. Dus ik voel daarin heel erg dat ik op mijn plek ben. Dit is ook weer een hele leuke fase van, wat is weer de volgende stap? Dus zo blijft het ondernemen ook leuk, hè? Als het allemaal heel steady en stabiel is, dan denk ik op een gegeven moment, wat heb ik hier nog toe te voegen? Maar wat dat betreft is corona ook wel weer, er is wel weer wat te doen en te groeien, ja. Ja, en op het gebied van meeveren, denk ik dat jij wel goed bent, zeg maar. Maar ik vind het ook wel interessant dat je zegt van, ik hoef niet per se op het podium. Ja. Are you sure? Is dat echt... Ja, dat vraag ik me. Dus heb ik me meerdere keren in fases afgevraagd. Want dat ga je dan op een gegeven moment ook een soort denken of zo, dat het dan moet. Of dan zeggen mensen, goh, maar je hebt ook al zoveel gedaan en zoveel. En is het de tijd om dat door te geven? Maar dan daarvoor loop ik dan door bossen en zo. Dan kan ik echt voelen dat mijn rol juist is. Want die mensen heb je ook nodig, hè? Dat die verbinder zijn. En dat helemaal kloppend is. En ik daar eigenlijk de allermeeste energie op voel. En op dat andere nu op dit moment niet. Nee, dus als ik daar dan af en toe even dan weer op denk van, moet dat nou wel of niet? En als ik dan weer terugkom van nee, dan voel ik ook echt weer, fijn, het is weer helder en het klopt echt. Ja, ja, zorgen dat andere mensen op een podium kunnen staan. Dat is, dat is inderdaad wat je zegt hoor, dat is zeker net zo belangrijk. Ja, en het creëren van zo'n plek als wat wij hier hebben gecreëerd, weet je. Dit is gewoon wel een hele serieuze onderneming ondertussen geworden. En en nu we dat stukje bewustzijn daarbij brengen, denk ik, dit kan echt zo'n... dat is ons verlangen en daar zijn we echt al aan het werken. Dat het zo'n bruisende plek wordt waar allemaal mensen gelijkgestemd elkaar ontmoeten, komen werken, 's avonds even een activiteit in speelveld meepakken. Een volgende keer zelf een ruimte gebruiken voor hun training. En echt zo'n hub, zo'n knooppunt van waar het gebeurt. En dat vraagt ook organisatie. En dat vraagt ook iemand die in het hart van zo'n zo'n hub staat. En daar voel ik me nu helemaal op mijn plek. Ja, ja. En aanvoelen wat er nodig is inderdaad. Precies, ja. Elke keer weer, want we leven in een super snel veranderende wereld, om er nog maar eens even een Maar je kan heel de dag zoet zijn bij jullie, dat is waar, ja. Ik heb dat ook wel eens inderdaad, dat ik dan 's ochtends ben komen meeten met een groep ondernemers en dan de hele dag samen werken. En dan vervolgens 's avonds nog naar een interessante lezing of een... je kan natuurlijk van alles... dus elke keer weer wat. Ja, nee, niet dat ik nou denk iedereen moet hier 24/7 zijn. Maar dat je die verschillende dingen kan vinden. Ja. En soms gewoon gaat om lekker te werken en denk, pak ik even die yogales van tevoren mee. Ja, dat lijkt me wel gaaf. En vooral dan dat die ontmoeting daarin... ook centraal staat, want daar geloof ik erg in. Daar word ik zelf ook gewoon heel blij van om me te verbinden met, ik wou gelijk gestemd zeg maar eigenlijk voel ik er ook bij, juist ook mensen die net weer vanuit een andere hoek komen, om gewoon samen die reis die we aan het maken zijn te doen en elkaar te inspireren en te voeden. Dat is volgens mij waar het allemaal om gaat uiteindelijk.
Ja. Ik kom er gewoon all the way from Amsterdam dan naartoe. En er zijn zelfs mensen die uit Limburg komen speciaal voor bepaalde meetups, weet ik. Dus precies. ja, dat Ja, is dat is natuurlijk natuurlijk toch ook. wel apart, hè? Terwijl dat natuurlijk in het zuiden des lands ook wel een Seeds to Meet locatie is. Maar dat zegt wel iets over wat je neerzet. Dus dat is wel heel tof. Ja, leuk hoor. Daar mag je wel trots op zijn. Hey, en ja, ik vind het zelf altijd een hele spannende vraag, maar misschien jij helemaal niet hoor. Maar als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat. Ja, nou, daar komt hij, want die is inderdaad wel spannend. Eigenlijk is een van mijn altijd terugkerende worstelingen dat ik het, en dat vind ik heel stom, maar dat zal ook bij deze vraag horen, dat ik het best belangrijk vind wat andere mensen van mij vinden. Oeh, ja. Dat. En dat verwachten mensen eigenlijk nooit. Ik lijk zo iemand die overal tussendoor fladdert en heel erg de eigen ding doet. En ik doe dus ook, ik laat me niet tegenhouden. Ik doe volledig mijn eigen ding. Maar ondertussen kan me dat wel bezighouden. Of kan ik daar door een kleine opmerking van iemand denken: oh, die vindt dat nou niet leuk. Of van tevoren denken: wat zou die ervan vinden? Nou, dat soort stomme praatjes intern. En ja, dat is wel echt een onderdeel van mij. Want die kun je voorstellen met al mijn persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn, heb ik daar heus al wel van alles aan gedaan, maar hij is nog niet helemaal weg. Nee. Oké, ja, nou, ja, ik heb wel een boekentip voor je dan. Oh, kom The Unfettered Soul van Michael A. Singer, met een door. S. Die, oh, dat gaat helemaal over die stem in je hoofd. En dan heeft hij zo'n scène, scenario, schetst hij, waarin die stemmen dan, zeg maar, een soort van gepersonificeerd zijn als jouw beste vriend of vriendin die naast je op de bank zit en de hele dag tegen jou praat op de manier waarop die stemmen tegen jou praat. Van, nou, wat zou ze er wel niet van vinden? Oh, ik hoop maar dat die het leuk vindt. Of wat, en dat die dus de hele dag zo tegen jou, zou je dan nou wat doen? Ja, je weet toch niet hoe mensen daarop gaan reageren. Weet je wel, die discussies die in je hoofd, ja, ik heb ze ook hoor, maar gelukkig zijn ze bij mij al vrij rustig. Maar ja, dat je die dus als een persoon naast je, en eigenlijk als een soort van beste vriend beschouwt. Want ja, je luistert er wel de hele tijd naar. Dat je denkt van, hoezo? Je weet dat het gedachten zijn, je weet dat het niet de waarheid is. En toch zit die persoon, je geeft die de kans om de hele dag naast jou allerlei onzin uit te kramen. En ook nog allerlei tegengestelde dingen en zo. Dus dat schetst hij dan zo. En ja, dus hij zegt dan ook van, ja, waar zou jij nou, als dat echt zo was, dat dat echt jouw vriend of vriendin was, zou je dat tolereren? Zou je die niet gewoon meteen de deur uitschoppen van, rot op met die stomme, Ja, dat is zit nu daar niet echt de zo hele tijd naar mooi. beneden te praten. Ik bedoel, als familie of vrienden dat tegen je doen, dan denk je ook van, joh, hé, ga eens even weg. Ja, dat is Maar wel mooi. omdat het dan in je hoofd plaatsvindt, denk je dat je het allemaal moet, dat je het allemaal moet slikken of zo. Ik vond het wel heel grappig. Ik dacht bij mezelf van, jeetje. Ja, het kwam bij mij wel binnen dat ik dacht van, oh ja, zo moet ik het gewoon zien. Als ik weer ontdek dat ik er last van heb, dan moet ik eventjes gewoon weer even iemand van maken en die dan even de deur uitsturen. Ja, Weet ik je, vind het. kijk, zeg maar, dat soort discussies in je hoofd en die gedachten, het is niet zo dat je ze helemaal niet mag hebben, maar je moet ze gewoon niet zo serieus nemen. Dat is een beetje het ding. Of zo. Ja, en door ik merk wat jij dan, hoe je dit nu vertelt, dat dat gelijk helpt om er afstand van te nemen. Gewoon eventjes op afstand en dat is het eigenlijk al. Precies. En Ja, ik daarmee laat het even. serieus. En kan je ze ook echt even weg. En ja, ze komen ook wel weer eens terug. Ja, dat is wel grappig. Nou, ik ga het boek opsporen. Ja, je plaatst ze buiten jezelf, dat is het Ja, idee, eigenlijk heb ik hem al geholpen met deze intro. Ja. ja. Nou ja, ik vond het echt, ik vond het een heel, ja, ik vond het heel, sowieso een heel tof boek. Maar ja, dat stukje vond ik echt, dat ik dacht van, ja joh, en als het nou zo simpel was. Maar ja, Ja, dat is het niet, maar soms goed. ook wel weer, hè? In ieder geval in het moment, als je het dan zo kan voelen. Ja. Ja, nou ja, dus, nou ja, goed, ik weet niet, het is maar een idee. Volgens mij heeft het me nu al geholpen. Kijk, krijg ik ook nog even zo en passant. Heerlijk.
Ja. Hey, en over de inzichten gesproken, wat zie jij als een grote levensles of een inzicht in jouw leven waarvan je denkt van hey, dat was echt bijzonder of dat. Nou, wat er elke keer gebeurt als ik lijkt het, ik zie een soort patroon als ik in zo'n fase zit dat ik niet te stoppen ben en veel te hard ga en eigenlijk heel erg over mijn eigen grenzen heen ga. Dan zie ik, als ik terugkijk, elke keer momenten dat er iets gebeurde waardoor mijn lijf eigenlijk zei, ho, weet je, dat ik dat tempo niet meer vol kon houden en heel duidelijk gewoon moest gaan kiezen. En dat is ook wel echt een thema, kiezen. De dingen doen die echt kloppen en waar ik zelf echt blij van word. En ook voor jezelf zorgen. En daar zit, dat heeft ook wel raakvlakken met dat vorige, want ik wil wel graag leuk gevonden worden. Dus nee zeggen, kan ik steeds beter, maar was heel lang het grote heikele punt. Ik heb echt heftige bevallingen en zwangerschappen gehad. En daar bij de oudste is dat eigenlijk begonnen. Dan kon ik bespaar je alle details, maar dat heeft 2 jaar gekost voordat ik weer echt te oude was. Dat was het allermoeilijkste proces, want van de een op de andere dag kon ik echt nergens meer bij zitten. Ik dacht, op de avond voor de bevalling had ik mijn hardloopschema al uitgeprint. Van over 6 weken kan ik weer hardlopen en dan ben ik weer daar. Ik wilde zo snel mogelijk weer terug in normale leven. Zwanger zijn vond ik ook niet zo'n feestje. Dus ik verlangde naar terug. Maar ik ben nooit, nee, die hele periode heeft me zo getransformeerd dat ik nooit meer in dat gekke, voor mij, zoals ik er nu naar kijk, drukke, hectische, overal bij zijn leven ben teruggekomen. Maar dat was een heel pittige periode om dat allemaal eerst te accepteren en dan ergens in terecht te komen dat je denkt, oh, maar dit is er ook veel fijner. En dan in light versie heb ik die eigenlijk nog wel een paar keer gehad. En zelfs nu in deze coronacrisis, de eerste 2 maanden van het jaar, ik weet ook niet, ik heb ook uitgesproken naar mensen, ik weet niet wat er met me aan de hand is, maar ik ben zo aan het gaan. Ik ben niet te stoppen. Ik was hyper, weet je wel. Januari, februari. Ook heel veel op poten gezet. Het was ook echt mega productief en nieuwe dingen. En ja, eigenlijk was ik wel goed in mijn energie, dacht ik. Maar toen had ik een weekje vrij eind februari. En toen ik stopte, dacht ik echt, oh nee, ik moet het echt uit een ander vaartje gaan. Dit sloeg helemaal nergens op. Dit ga ik niet volhouden. Ik word ook helemaal niet blij van bladibla. Dus ik had al wel zo'n besluit in die richting genomen. Toen kreeg ik een week daarna, want ik was op Fuerteventura, 2 dagen na de landing, kreeg ik corona. Dat was allemaal, ik was wel echt ziek, koorts en spierpijn, al die ellende, maar helemaal niet heel erg met ernstige benauwdheid. Maar het duurde wel heel lang, eigenlijk tot op de dag van vandaag, maar aan het begin was het heel heftig, voordat ik weer echt fit was. Ik was super moe. Dus kun je je voorstellen, nou, zakelijk enorme uitdaging, stilgevallen, heftig. Nou, sowieso heel de wereld. Ik vind het een heftige periode. En ik had echt zo weinig energie. Dus ik moest weer opnieuw op een andere laag weer gaan leren om te kiezen en nee te zeggen en te voelen waar ik wel mijn tijd aan gaf en waar niet. Ik voelde al wel aan, nou, deze vermoeidheid, die blijft net zo lang tot ik dit onder de knie heb en ik daar ook niet meer zoveel moeite mee heb. En het gaat nu echt laatste tijd stukken beter. En dat is natuurlijk ook ondertussen een half jaar geleden, dus mijn immuunsysteem begint weer boven jan te komen. Maar het was eigenlijk weer zo'n herhaling, dat ik gewoon weer eventjes wat hulp krijg. Zo kan ik het dan nu eens voelen van mijn fysiek om het weer even heel anders te gaan doen. Dus ik zit er nu echt goed bij, omdat ik daardoor weer heel erg heb geleerd om echt te kijken van wat klopt wel. En niet alleen maar die pleaser te zijn van, oh ja, maar dan moet ik toch even mijn gezicht laten, ik moet toch even dat. Ja, dat kon een hele lange tijd niet en dat gaat het ook allemaal prima. En ik voelde veel duidelijker weer wat mijn rol is. Dus ja, dat zijn een beetje de lessen die ik denk te leren heb en die ik dus elke keer wel weer even terugkrijg. Ja, dus ik Ja, kan ja. een keer op de rol slaan. Ja. Dat je hem doorhebt. Maar ja, weet je, dat ontholslaan, dat kan je ook zien als enthousiasme natuurlijk. Ja, Maar dat ja, was een ook ding. zo. En Ja. achteraf vond ik ook wel lekker hoor dat ik die eerste maanden zo op hol of op dreef was. Want er zijn zoveel dingen neergezet waar we ook tot op de dag van vandaag nog profijt van hebben. Vandaag is Work & Connect weer begonnen. Dat was allemaal begin van het jaar. Samen met Angèle en Gitte en zo. Hè. Maar
en de bewuste breaks, die gaan we nu weer opzetten. Het is nu wel heel helpend dat we dat in die 2 maanden al wel allemaal hebben gedaan. En waardoor we het nu gewoon weer op kunnen pakken. Dus ik denk ook echt, het had ook wel een functie, maar het was ook goed om er weer uit te stappen. Ja. En goed te voelen van waar vlieg je uit de bocht, inderdaad. Ja. Dat je dat dan zo wat eerder herkent. Zo van, oeh, ik ben wel hard aan het gaan. Ja, zodat, ja. Dan is het een soort adrenaline rush ongeveer. Dus dan stop ik gewoon niet. En dan krijg ik steeds weer een nieuwe kick van, oh, dit en dat. Maar dat hou je gewoon niet eindeloos vol. Nee. Maar, het lijkt me ook wel lekker om af te hebben. Ja, dat is het ook. Om op tijd ook weer te denken, oké, eruit stappen en dat ik daar niet een noodrem voor nodig heb, dat zou helemaal top zijn. Ja, dus iets eerder. Maar ja, goed, dat is wel grappig dat je hem zo herkent als van, oh ja, hij komt elke keer terug. Hij komt net zo vaak terug tot je hem hebt, hè, de sleutel. Ja. Tot het volgende level. Ja, precies. Komt er weer een nieuwe devil. Ja, komt er weer een nieuwe devil. Ja, ik heb altijd zoiets van, het leven is net een soort spel of zo. En dan moet je elke keer naar een volgend level. Maar dan kom je op dat level en dan moet je ergens overheen klimmen of iets doen. En dat lukt dan niet, want je denkt, oh shit, ja, ik ben die tool vergeten in dat vorige level. Die had ik even moeten meenemen. En dan weer naar het volgende level met die tool. En die dan ook gebruiken. En dan gewoon wel over die drempel of die... ravijn of over die berg of whatever heen gekomen. En dan pas kan je verder. En dan ga je zo de hele tijd. Ja. Voor mij helpt het heel erg om dan te kunnen dealen met de dingen die ik tegenkom. Ik denk van, dit hoort in mijn game. Oh ja, shit, ik ben die tool vergeten. Ja, precies. En pak hem even bij en dan kunnen we weer verder. Ja, want het is dan uitzien te vinden wat die tool precies is. Dat is ook al een challenge. Ja, want ze zijn er nogal wat. Ja, dus... Maar goed, mooie levensles heb je hoor. En dat gaat ook over veerkracht. En dat vind ik altijd een leuk thema. Ik ben daar een boek over aan het schrijven. Dus ik vraag aan iedereen die ik interview, wat is voor jou veerkracht en kan je dat leren? Voor mij is veerkracht eigenlijk meeveren op wat er op je pad is. Dus, en de kracht zit dus in jezelf om dat te kunnen. Dus om te zien van, in die energie van dat moment mee te veren. En dat is nu wat bij me opkomt. Dus de kracht in jezelf om eigenlijk mee te veren wat er is. En dat kan positief of negatief zijn. Want ook het lastige heeft eigenlijk altijd iets in zich om verder te komen. Maar soms zit je lekker op die golf dat alles heel goed gaat. Ook dat, want veerkracht zien we vaak van die heb je nodig op momenten dat het wat minder goed met je is. Maar eigenlijk gewoon mee, zoals mensen dat noemen, bewegen, golven, is dat eigenlijk ook wel dat veren. Ja, vind ik wel een mooie. Dus ik heb er wel een beetje neutrale associatie bij. Ja. Ja. Nou, cool. Ik vind het leuk dat je ook het positieve noemt, inderdaad. Want heel veel mensen gaan over van, als je tegenslag hebt, dat je dan kan dealen daarmee. Ja. Maar jij moet net zo goed dealen met positieve dingen. Ja, lekker daarin meevieren en die positieve dingen. Hop, laat je maar vooruit veren, hè? Want je kan aardig veren soms. Ja. Tof. Maar het is een kracht in elk moment eigenlijk. En daar dus ook zeg maar een soort veer en een veerkracht is... Dus probeer in die energie, ook al is het niet leuk, dat leer ik nu ook weer heel erg van, als je er tegen verzet dat het corona allemaal ellende is en stom en dan wordt het sowieso niet leuker op, maar ik denk ook niet dat helpt. Dus ik probeer nu heel erg gewoon maar mee te gaan en dat is soms wel gewoon een beetje ellende, maar te denken, hoe kan ik hier dan toch die voorwaartse beweging in maken? Want dat is veren natuurlijk, hè? Of omhoog. Ja, omhoog of vooruit. Ja, het kan allemaal. Je kan ook achteruit veren. Dat kan misschien ook nog goed. Maakt niet uit. Maar de richting die het handigst is of die het meeste energie oplevert of zo. Niet in het verzet, niet tegenhouden, maar gebruik maar de energie die voorhanden is. Of die nou licht of zwaar is, ja. Wauw, mooi. Nou, dat vind ik wel een goeie. Die neem ik wel even mee.
Nou ja, goed, we zijn bijna aan het eind van het gesprek gekomen, maar ik ben nog wel even nieuwsgierig naar, wat lees jij, kijk jij en luister jij op dit moment? Ik heb Rutger Bregman gekeken in het Haagse, wat was het? Nou, in ieder geval, hij heeft nog een laatste theatershow vorige week donderdag gegeven en die kon je via de livestream meekijken en dat lukte me niet, maar ik kon wel een linkje krijgen voor later. Dus die ben ik aan het luisteren op de fiets. Dat is nu heel actueel. Ik ben helemaal geen kijker. Ik kijk eigenlijk geen televisie. Hooguit is een keertje met mijn dochter. Die vindt Wie is de Mol fantastisch. Dus dat is gewoon dan lekker met z'n tweeën zaterdagavond. Eigenlijk vind ik het zelf niet eens leuk. Maar leuk om het met haar te kijken. Maar televisie is eigenlijk nooit mijn ding. Er is ook geen films, geen series. Dus ik kijk niet zoveel. Ja, en wat ben ik even aan, wat ben ik aan het lezen op dit moment? Oh ja, ik ben De Alchemist weer aan het lezen. Die heb ik dit weekend erbij gepakt. Dus die bijna weer uit. En dat is omdat ik denk dat ik een beetje even in de Paulo Coelho hoek ga blijven. Ja. Cool. Ja. Leuk. Hey, en heb je toevallig nog advies, een quote, een whatever... inspiratie voor onze luisteraars? Och, waar zal ik de luisteraars dus mee naar huis sturen? Naar bed sturen of de dag in. Ik weet niet wanneer dit beluisterd wordt. Nou ja, wat er is veel langskomen in dit gesprek en ik heb er ook al wel even aan gerefereerd, maar wat mij echt heel erg helpt om on track te blijven, op mijn pad te blijven, om mee te kunnen veren, om nou, mijn lessen te zien en de tegenslagen. Nou, noem maar op, eigenlijk waar het allemaal over ging, is toch wel die stilte. Hè? Ik heb ook gesproken over dat grote verlangen van stilte en leegte. Ik voel dat heel erg op dit moment en het brengt me heel veel om gewoon even stil te vallen en leeg te zijn. En ik probeer dat, ik doe dat ook al met meditatie, maar dat vind ik veel moeilijker dan lekker in het bos te gaan lopen en hele stukken te lopen of aan zee, of in ieder geval in de natuur te zijn. Dat helpt mij zo om me te verbinden met mezelf en dan is het allemaal opeens zo, het geeft me zoveel helderheid. Ja, dat is me eigenlijk op dit moment mijn allergrootste, ja, hoe noem je dat? Ja, daar vind ik even het woord niet voor, maar dat, ja, dat zou ik iedereen eigenlijk gunnen. Of ja, wellicht dat dat voor anderen ook werkt. Het is zo krachtig om in de natuur te zijn op zoveel fronten, vind ik. Los van die helderheid, laat het me op. Kom ik in een soort dankbaarheid, in verwondering. Nou ja, dat bos, echt. Dus nou, beste mensen, ga lekker het bos in. Ja. Je stuurt gewoon iedereen het bos in. Ja. Ja. Maar doe je dan nog iets speciaals of loop je gewoon? Of doe je nog mantra's? Mantra's. Nee, eigenlijk werkt het voor mij al om in die natuur te zijn, echt in beweging te zijn. En eerst ook maar al die gedachten die je hebt er te laten zijn. Hè? Er zou ook niet van nu moet het leeg en stil zijn, want er is dan altijd nog wel even wat eruit moet. En dan komt er vanzelf altijd zo'n moment dat ik kijk ook veel. Ik ben me wel aan het verbinden met het bos. Dus ik, ja, dat is het denk ik. Ik heb eigenlijk niet zo heel duidelijk wat ik eigenlijk doe, maar niet echt speciale, hele bijzondere dingen. Nee. Nee. Ja. Makkelijk dus gewoon. Hartstikke makkelijk. Te doen. Dat is heel leuk en ook nog gezond en zo. En ja, ik vind het wel echt een soort magisch wat in de natuur zijn voor je kan doen. En zo simpel eigenlijk, ja. En ik denk dat heel veel mensen dat de laatste maanden ook eigenlijk wel veel meer mensen dan voorheen hebben ontdekt. Zoals ik hoor hoeveel mensen in een omgeving opeens klompenpaden lopen. Of we zijn allemaal in corona wel meer naar buiten gegaan. Er is meer tijd als we thuis werken om eventjes... dus dit is volgens mij ook niet iets wat ik alleen... ik deed het al wat langer, maar ik zie het gewoon om me heen gebeuren. Dus vind ik wel mooi dat we ons weer wat meer buiten begeven. En daarmee volgens mij ook wel verbinden met... met moeder aarde en alles wat dat ons kan brengen. Ja. Wauw. Ja, een beetje weg. Ben je ook meer buiten dan voorheen? Of ben jij een buiten...
Ik ben eigenlijk altijd wel van buiten. Ja. Ja, maar ik ben wel meer, zeg maar, de mensenmassa's aan het vermijden. Dus ik ga wel meer richting, zeg maar, de wat eenzamere plekken. En nou, voor mij is het, voor mij, ja, ik vind het bos heel tof, maar voor mij is het strand het ding. Ja. Dus als ik de zee zie, dan vind ik eigenlijk niks meer. Ah, dan denk ik, ach, alle problemen, ach. Ja, de zee is helemaal. De zee, zo, dan denk ik, whatever. Ja. En het strand trouwens ook. Maar ja, ik ben ook opgegroeid bij, in de buurt van de strand. Dus dan, voor mij is het strand het ding. Maar goed, ja, ik ben ook opgegroeid met het Bergerbos, wat zo'n heel oud oerbos is. En dat is ook wel echt van die hele grote, dikke bomen. Ja. En dan denk ik ook, ja, dat is hetzelfde als de zee. Dat is hetzelfde effect. Ja, precies. Gewoon, weet je wel, hoe het zonlicht door de boom kan komen. Ja, oh, ik kan er blij van worden, ja. En de bergen, als ik in de bergen zou wonen, daar vind ik het, oh, dat kan ik ook helemaal. Ik probeer ook 1 keer per jaar echt in de bergen te zijn. Nou, daar, Ja. Ik wil wel altijd, als ik ergens ben, wil ik altijd naar het hoogste punt dat ik overzicht heb. Dat vind ik fijn. Dat is een dingetje, ja. Dus, linkersoep in de bergen, ja. Ja, dan wil ik ook in de bergen. Nou, de laatste keer dat ik in... Ik ben best wel lang geleden pas in de bergen. Ja, volgens mij skivakantie ooit. Ja. Ik vond de skiën niks samen. Ik vond het wel heel tof om boven op die berg te zijn. Ja, ja. Oh, je moet dus in het voorjaar of in het najaar zo'n... Nou, je kan soms wel in... Als je in 7, 8 uurtjes kan je in Oostenrijk zijn. Och, joh, dat we voor een weekend daar gewoon zijn. Dat is echt... ja. Dat kan ik ook iedereen aanraden. Dat is nog een mooie tip, nog een mooie tip. Maar wat je zegt klopt wel, denk ik. Ik hoor het ook veel. Mensen die ook weer gaan kamperen. Ja. Op een natuurcamping, weet je wel. Ja. Of gewoon met de camper rond gaan rijden en dan bij de boer. En dat is een beetje de 70s en de 80s komen weer terug. Ja. Tenminste, wij hebben dat, in mijn jeugd deden wij dat ook. Ja. En gewoon inderdaad veel fietsen. En wat ik nou... Ook nog iets wat heel opvallend is. Ja, ik weet niet of ik heb daar een beetje een ambigu gevoel bij, maar vissen. Ja, dat zie ik allemaal ook. Jongere gasten. Ja. Allemaal staan vissen. Dat denk ik van, wat is hier gebeurd? Hoe dan? Ja, dat is ook echt een corona-ding, ja. Ja. Ja, ook in het bos. En dan gaan ze illegaal. Ik heb dan zo'n rondje bij mij dichtbij in het bos. Wat ik dan s'avonds nog wel eens even doe. En dan hebben ze zo'n groen camouflage tentje. En dan zijn ze ook van plan te blijven slapen. Dus dat vind ik dan wel mooi. En dan hopen ze dat ze niet gesnapt worden. Want dat mag natuurlijk niet. Maar ja, dat vissen, dat is ook... Die jongens van zo zeg maar 16 tot 20. Ja. Dat ik denk van, hè, moet jij niet hangjongeren zijn ergens? Een beetje rotzooi gaan uithalen. Hangen aan de waterkant. Ja, je hebt er een partijtje geduld voor nodig. Oh, jongens, echt. Ja. Ja. En suppen. En allemaal van die dingen dat ik denk van, hé, dat is best wel grappig, ja. 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 En de mensen die de Camino lopen, nou, die kan ik ook niet meer op twee handen tellen. Dat is ook sowieso al die pieterpaden en paden. Ja, en ik zie de hele tijd op Facebook klompenpaden voorbij komen. Dus, de paden in de lanen in het gebeurt, denk ik al. Maar het is ook gewoon tof om het echt... in te zetten om eventjes helemaal weer terug bij jezelf te komen en een helderheid op dingen te krijgen. Dus ik ga ook heel veel alleen en dat vind ik fijn. Ja. Leuk. Ja. Tof. Ik heb ook een elektrische gekocht. Tot slot vind ik leuk om te vertellen. Omdat ik gewoon best eindje van Sietsumiet af, 22 kilometer kwam ik achter. Nu ik een elektrische fiets heb, neemt hij dat mooi op. Maar dan ben ik ook al een klein uurtje gewoon buiten in de landerijen. Weet je, kan ik echt genieten gewoon. Het is ook, dus eigenlijk ook gewoon dat ik voor mezelf nu... Ja, dan heb ik die 2 uurtjes al lekker buiten te pakken. En die fiets die doet zijn werk wel. Ik dacht, die zult er misschien toch nog een beetje moe van worden. Maar nee hoor, die fiets doet echt het werk. Ja, je beweegt toch een klein beetje. Het zal heus wel wat doen. Maar dat is echt fijn. En dan heb ik dan tijd om Rutger Bregman te luisteren. Maar ik dacht ook, dat is ook weer, die had ik gisteren heen en terug op. Dan ben je ook eigenlijk wel weer in je hoofd bezig. En ook wel ook nog best wel intensief. Want ik vind het super interessant. Dus dacht de volgende keer doe ik ook eens even, ook geen eens muziek, maar even niks, weet je wel. Dus ik heb die fiets net. Dus dat ga ik nu helemaal ontdekken hoe ik dat dan weer vind. En dan de mooiste routes. Nou ja, het is een heel mooi gebied daar natuurlijk. Ja, ik heb ook in Amersfoort gewoond, ooit.
Het is al lang geleden, maar ja, het is daar rondom Amersfoort. Het is hartstikke mooi, inderdaad. En ja. Ja. Tof, leuk. Hey, Tianne, als wij nou iets over jou willen vinden, waar kunnen we jou vinden? Waar heb je linkjes? Ja, eigenlijk gewoon de bekende socials. Als mensen echt zakelijk geïnteresseerd zijn, dan zou ik even op LinkedIn kijken. Tianne van Woudenberg vind je me dan onder. En ik heb een blog. Dat heet www.ophartstocht.com. Ik blog niet super regelmatig, maar je krijgt er wel een mooi beeld van wat mij bezighoudt. En er staat er net eentje zo een beetje klaar om deze week te posten. Moet nog even een keertje nalezen. Dus nou ja, deze podcast zal ook nog een ietsje later worden gepubliceerd. Dus nee, er staat een nieuwe op. Ja. Ja. Cool. Leuk. Oké, nou ja, we zetten alle linkjes in de show notes, dus kunnen mensen gewoon makkelijk klikken en even checken. Ja. En ja, hartstikke bedankt voor dit super tof gesprek. Jij ook. Ja, ik dacht al, dit gaat heel leuk worden. Hebben we elkaar in ieder geval weer een stuk beter leren kennen. Dat was ook een doel, hè? Ja. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Met twee aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.